heb het niet begrepen. Wat moet ik opnemen? Nee, ik ga naar de telefoon overgaan. Oh, nee, nee. Ik van iemand anders. Ja. Ik wacht op ja toch, dat hoor ik niet. Goedemiddag, voorzitter. En we staan vandaag hier zo. De familie, de organisaties die hebben ingetekend, maar die niet aanwezig zijn. Familieleden die niet aanwezig zijn. En we willen u deze petitie aanbieden om behandeld te worden in de Nationale Assemblée. Het betreft het proces van het verloop van Piki Saron. Ja, op 2 mei 2023, afgelopen 2 mei. Oké, ik ga het oplezen en dan ga ik het aan u aanbieden. Aan de Nationale Assemblée. Ten aanzien van de voorzitter, Marinus B., Paramaribo, 2 augustus 2023. Voorzitter, heden 2 augustus 2023 is het precies 3 maanden geleden dat inheemsen in het Piki Saron gebied door frustraties en wanhoop gedwongen waren zich te verzetten tegen de uitgiftes van hout- en goudconcessies door de regering en de beperking van hun bewegingsvrijheid in hun eigen gebied. Het verzet tegen deze vorm van onderdrukking heeft geresulteerd in de standrechtelijke executie van de inheemse broeders Dijksteel en Wolfjager. Wij, de families van de slachtoffers, inheemsen en bezorgde burgers van Suriname constateren dat 1. Door het niet uitvoeren van het Kalinja en Lekone vonnis door de regering er 2 doden zijn gevallen. 2. De regering de inheemsen niet beschermt, maar er wel voor zorgt dat andere groepen met politie en militaire bescherming wel rustig door kunnen gaan met de activiteiten die geleid hebben tot de uitbarsting op 2 mei. 3. Dat de roep van inheemse organisaties voor een pathologisch forensisch onderzoek nog niet is gehonoreerd. 4. Het Openbaar Ministerie totaal voorbijgaat aan de roep van de inheemsen, ervoor kiest om de afdeling Onderzoek Politiezaken OPZ van het Korps Politie Suriname te belasten met het onderzoek, terwijl ze weet dat de inheemsen totaal geen vertrouwen hebben in dit nationaal onderzoek. 5. Er 5 inheemse strijders in de gevangenis zitten, waarvan wij begrijpen dat 1 van hen mishandeld is om verklaringen af te leggen. 6. De politie totaal voorbijgaat aan het Kalinja en Lekone vonnis, het traditioneel gezag opdracht geeft om zich aan te melden op de politiepost. 7. Vanmorgen de verlenging van de bewaring heeft plaatsgevonden en dat vanmorgen pas, het gerechtelijk vooronderzoek dat niet gebruikelijk is zal starten. Dit betekent dat de 5 inheemse mannen nog langer in voorarrest zullen blijven. 8. Er groeiende onlustgevoelens bij de inheemse bestaan over de manier waarop de regering hen behandelt. Dit zou wederom kunnen leiden tot een ongewenste escalatie waarbij het weer tot geweldsuitbarstingen zou kunnen komen. Wij eisen dat 1. Alsnog een onafhankelijk pathologisch forensisch onderzoek wordt uitgevoerd en in plaats van een onderzoek van OPZ
dat niet onafhankelijk en niet objectief is en waar de expertise en de technische middelen ontbreken. 2. De heren in de gevangenis conform de regels van de mensenrechten worden behandeld. 3. Ervoor de onrust die door het politieoptreden wordt veroorzaakt garanties komen. Het onderzoek is belangrijk, maar ook het optreden van de politie nu en na de toekomst. Het Kalinya en Lekone vonnis dat reeds 5 jaren uitgevoerd had moeten worden, binnen dit jaar nog 2023 wordt uitgevoerd. 4. De DNA en de regering hun verantwoordelijkheden nemen om het vonnis uit te voeren en binnen 1 maand aangeven hoe dit vonnis zal worden uitgevoerd. Voorzitter, met deze constateringen en eisen die legitiem zijn, doen wij op u voor de zoveelste keer een dringend beroep om aan deze noodkreet en de roep naar gelijkheid, gerechtigheid en respect tegenover de oorspronkelijke bewoners invulling te geven. Tot slot willen wij u verzekeren dat wij niet zullen rusten totdat wet en recht zullen zegevieren. Met Stree de Fustri, Winosa Frede, Gado de Wifissimang gaan we over tot de orde van de dag namens de ondergetekenden, organisaties, burgers en families. Dank u wel, mevrouw Christian. Ja. Ik heb uw petitie in ontvangst genomen. We zullen het zeker ter beschikking stellen aan de Nationale Assemblée. En dat leden gebruik zullen maken van de inhoud om zaken te bespreken met de regering. Maar ook ik vanuit mijn verantwoordelijkheid zal het zeker wederom doornemen en kijken wat we kunnen betekenen voor de inheemsen die aandacht vragen voor die zaken die u hebt opgezomd. Weliswaar wil ik een beroep op u doen. Hoezeer de situatie ook moeilijk is, hoezeer we weten dat er momenten kunnen zijn waar mensen kunnen zeggen, ik wil kiezen voor agressieve gedragingen. Dan nog vraag ik en doe een beroep op u als leiders om het pad van dialoog niet te verlaten. Ja? Soms lijkt het alsof het geen resultaat zal opleveren. Maar gelooft u mij, al voeren we oorlog, we komen aan die onderhandelingstafel om het te beëindigen. Dus waarom zouden we dat eerst moeten doen om te komen praten met elkaar? Dus ik doe wederom een beroep op u. Net als hoe vaker we hier zijn geweest om petitie in ontvangst te nemen. Soms lijkt het op een gebed zonder einde. Maar dan nog vraag ik u. Hoe dan dat naar u schrijf je? Want die oplossing ook komt. Dat is mijn verzoek aan u als mensen die vandaag een petitie aan mij als voorzitter hebben. Dank u. Ik heb u gehoord, voorzitter. En natuurlijk, we willen geen oorlog hebben. We willen geen de Tweede Rode Oorlog hebben in Suriname. Dat willen we niet hebben. Als we kijken naar ons historisch verleden, moeten we gaan naar een goede toekomst voor Suriname, maar ook voor de rest van de bewoners van Suriname. En daarom is het belangrijk dat wetgeving en orde dit kan regelen in de wetgeving van Suriname, zodat we ook weten waar we aan toe zijn. Niet alleen de inheemse, maar ook de burgers van Suriname en de ondernemers. Dus dat is heel erg belangrijk. Daarom is het zo belangrijk om dit zo gauw als mogelijk in orde te maken, zodat het kan reguleren in wat er allemaal afspeelt in het binnenland. Want wij kunnen wel zeggen van
We willen rust hebben als leiders. We kunnen oproepen tot rust. Maar hoe lang gaan we kunnen oproepen tot rust als dit zich blijft manifesteren, als het door blijft gaan? Toch, op een bepaald moment kan je de mensen niet meer rustig houden. Vooral wanneer ze zien dat ze honger hebben en dat ze niet kunnen gaan jagen, dat ze niet kunnen gaan vissen. Of dat hun gebieden vervuild worden door kwik, dan hebben we wel een probleem. En daarvoor moet de staat zorgen, daarvoor moet het parlement zorgen. Daarvoor is het parlement her. Om ervoor te zorgen dat de burgers de bescherming hebben, dat ze gerust zijn en dat ze kunnen werken naar de ontwikkeling van hun gebied en Suriname. Ja. Ik heb niks meer aan toe te voegen. U heeft het heel correct verwoord. Ja, ik schuif niet alle verantwoordelijkheid naar u. Want de regering, het parlement heeft ook een stukje verantwoordelijkheid. En die gaan we zeker opnemen. Ja, ik ga altijd mijn best doen. Ja. Kijk naar het historisch moment waar het Kalinja en Lekona van ons in, tot uitvoering komt. Onder uw hamer, voorzitter. Die uitvoering is een aangelegenheid van de regering. Als het gaat om wetten, ja, dan zal ik me extra inzetten. Zoals ik dat nu doe met het grondrechtenvraagstuk. Ik roep hierbij alle leden om ook een bijdrage te leveren. En morgen hebben we het weer op agenda om te komen tekenen voor Korum. Ja, want we zien applei, zij plei. Soms we pleilen kunnen en verstaan, maar we verstaan wel. Dus vanuit uw organisatie roep ook voor me alle overige 50 leden. Om Korum te verlenen, laten we werken om dit probleem op te lossen. Zeker. Dank u wel. Ja. Ja? En een fijne dag voor u verder. En succes in alle goede dingen die u doet voor het zeker. Leven. Zeker. Oké. Okay. Ja, ja. Ja. Groet. Mag ik dat kan ook Lloyd Reed, vertegenwoordiger of voorzitter van XU. Collectief Suriname. XU, afgekort. Meneer Lloyd Reed, jullie zijn hier voor de zoveelste keer al. Vandaag een petitie. Hoeveel geloof hebben jullie daar nog in? Nou, het mag niet liggen aan het feit dat we als inheemsen niet de dialoogtafel hebben gekozen. We hebben die uitbarsting gehad op 2 mei. En we hebben gezien wat het allemaal betekent. De manier waarop de overheid met 2 mei is omgegaan, doet in elk geval vraagtekens rijzen. En daar vraag je als inheemse af of wij geen rechten hebben, wat we wel hebben. Er is een vonnis, wordt niet uitgevoerd. Je wordt uitgelokt en het eindigt in een gewelduitbarsting. En u moet weten dat wij, u heeft gezegd voor de zoveelste keer, u ziet het weer. We hebben daarvoor acties gevoerd. We hebben daarvoor petities, brieven vanuit de FITS is het ook gestuurd naar de overheid, naar de regering. Maar we merken dat er nog steeds een vorm van het negeren van de oorspronkelijke bewoners, wel de inheemsen, dat er continu die negering plaatsvindt. En ik heb niet zo lang geleden ten overstaan van de DNA ook een presentatie verzorgd waarin ik heb aangegeven dat eigenlijk de regeringen vanaf 1975 zich gedragen hebben als Van Sommelsdijk. Dat wil zeggen, het komen in jouw gebieden ongevraagd, bezit van nemen, je als slaaf gebruiken, de achterstanden die vanaf dat moment ook zijn ontstaan in het achterland. Wanneer er hier
op het gebied van onderwijs, op het gebied van zorg. Eigenlijk op alle levensgebieden hebben we een probleem daar. En ondertussen wordt het probleem verder verergerd door ook nog concessies uit te geven. De wegen kapot te rijden met die zware trucks. En we moeten continu horen dat andere rechten hebben. Waar zijn mijn rechten dan? Mijn rechten komen vanuit het Kalinja-Lokonofonis. Er wordt er niets aan gedaan dat de voorzitter van de assemblee een beroep doet dat hij quorum heeft om dit belangrijk onderwerp te behandelen. Dan weet u hoe belangrijk het grondrechtenvraagstuk is voor de regering. Daarop volgende, er wordt vaak genoeg gesproken over belangen. Denkt u dat er te veel politieke belangen spelen waardoor deze wetgeving maar niet wordt aangenomen en niet verder wordt behandeld? Er zijn allerlei belangen. Onze gebieden, daar zijn de natuurlijke hulpbronnen. Verder is er een grondhonger. Je moet weten dat de stad oprukt naar onze gebieden. En daarom ervaren we het als heel nu op dit moment dat er aanvallen worden gepleegd op die gebieden. En nu pas komen dorpen te weten dat er in der tijd beschikkingen dan wel concessies zijn uitgegeven. Omdat men nu gebruik van maakt. Vaak verwijst men terug naar de periode van als, we hebben niets gezegd in die periode, maar u moet weten dat als die regering weer aanzat, het hetzelfde zou zijn. Omdat nu pas de problemen zich aandienen. En ik vind het heel erg dat ik elke keer weer hier moet komen en aan het eind, wanneer er iets gebeurt, dan horen we, iedereen is verbaasd, iedereen is geschrokken, want het is plotseling ontstaan, wat niet juist is. Dus ik denk dat wat er speelt in onze grondwet biedt alle mogelijkheden. Niet dat de ene groep heerst over die andere groep. Wij hebben ook het recht op collectief eigendom. Dat is ons recht. En daarvoor ziet het Kalinja-Lokonofonis in. Maar er wordt niets aan gedaan. En tot op dit ogenblik moet ik zeggen dat ik heel erg teleurgesteld ben in, in de DNA. Nog minder wanneer ik de president had gehoord dat hij direct na de kwestie praat over terrorisme en criminaliteit. En vroeger was het misdadiger, nu is het ook mooi woord, terroristen. Zonder dat het onderzoek zelf is afgerond. Dus ik vraag mij af, wie houdt wie voor de gek? En er wordt een beroep weer op ons gedaan. Laten we de mensen in toom houden. Hoe lang nog kunnen wij mensen in toom houden wanneer 1. Er honger wordt geleden. 2. Er geen werkgelegenheid is. 3. Wanneer kreken verpest worden met kwik. Buiten onze schuld om, zonder bescherming van de overheid, dan vind ik wel dat het op zijn plaats, en dan keur ik het niet goed, maar dat gaat voortvloeien en je bewegingsvrijheid wordt beperkt, je kan niet behoorlijk gaan jagen, want nu op dit moment heb je weer een situatie door gebrek aan werkgelegenheid dat mensen teruggaan naar het oorspronkelijke, namelijk de visvangst en de jacht. Dus ik wil een dringend beroep doen op totaal Suriname. Dit is onrechtvaardig. En ik pleit altijd te zeggen dat ik nu, als ik weet dat ik toch zal sterven over 10 jaar, waarom moet ik 10 jaren lijden om te sterven? Dan is het liever op dit moment. En met deze statement wil ik aangeven aan de regering, ze moeten de zaak niet onderschatten. De eenvoudige oplossing van de regering is geweest om die geleid hebben tot die actie, is geweest het beveiligen, dan wel het beschermen van de activiteiten die er gewoon plaatsvinden in ons gebied en rustig doorgaan. En dat is heel erg. Tegenover de kinderen
die de regering heeft, zijn verschillende groepen, dat je de één op een dusdanige manier behandelt en klapt, dat is niet juist. En dat gaan we niet meer accepteren. Straks is het 9 augustus, dag van de inheemse. Hoe denkt u dat de inheemse gemeenschap dit jaar gaat kijken naar dag van de inheemse? Hoe gaan jullie dat herdenken? Hoe ga je dat invulling geven met alle zaken die momenteel nog spelen? Persoonlijk, als voorzitter van het inheems collectief Suriname, ICSUR, ben ik van mening dat er geen reden is om feest te vieren. Terwijl ons bestaansrecht bedreigd wordt. Terwijl wij niet gehoord worden. Terwijl wij in een situatie worden gedreven van eigenlijk een moderne slaaf. In jouw eigen gebied. Er is geen reden om te feesten en uitbundig de straat op te gaan. Wij hebben niet zo lang geleden met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden, waarvan ik ook lid van ben, is er een afgesproken dat wij de dag in de dorpen zullen doorbrengen op een rustige en bezinningsvolle manier. We hebben geen reden. Het is een rouwdag voor ons, maar ik denk dat we ook op die dag de twee strijders zullen moeten gedenken. En ik denk dat daarbij de halve stok die we zullen ophangen, dat daar een voorbeeld van is. En als we het hebben over Pikisarend zelf, u zegt dat er nauwelijks activiteiten ontplooit kunnen worden door de bewoners. Wat gebeurt er nog, of wat is de alledaagse situatie nu? Wat gebeurt er precies? Want u zegt van ja, er kan nauwelijks gewerkt worden. Maar wat gaat om in die samenleving al daar? U moet weten dat 2 mei een enorme slag geweest is voor het dorp. Anderen hebben er een trauma van overgehouden. Het door het dorp gaan continu van de politie. Beperkt in jouw levens, in je beweging. En daarom in de petitie is dan ook aangegeven dat de manier waarop de regering hiermee omgaat, dat moet veranderen. En terecht worden er overal vragen gesteld. Maar je kent de regering al zo lang. Ik zeg, laten we hopen. Hoop doet leven. In die tussentijd proberen we met alle macht onze mensen onder controle te houden. Maar ik weet echt niet voor hoe lang. Duidelijkheid, meneer Kreer. Ik gaf aan, je hoeft niet meer te wachten om over 10 jaar dood te gaan. Jullie zijn dus bereid te sterven in die strijd. Hoe groot is de kans dat 2 mei zich weer herhaalt? Nou, ik denk dat het in de petitie ook is aangegeven dat er behoorlijke onlustgevoelens bij de inheemse gemeenschap bestaat. Vroeger geloofden ze er niet in, maar nu worden ze geconfronteerd met de keiharde realiteit dat er iemand komt en zegt, luister, jullie moeten inpakken, want ik heb hier grond nodig. Dus dat het zich niet herhaalt, moeten wij voor bidden en hopen. En dat vereist enorm veel praten met de mensen. En daarom heb ik gezegd, ik weet niet voor hoe lang we dat kunnen garanderen. U bent zelf dorpshoofd? Ik ben zelf dorpshoofd. Van Pierre Kondre Kumbasi. Van Pierre Kondre Kumbasi. Wat zijn de uitdagingen die u meemaakt als dorpshoofd om eigenlijk de rust te behouden, vooral als er sprake is van onlust? Wat je hebt nu binnen de dorpen is dat een van de uitkomsten van het niet kunnen beschikken over jouw gebied, dus de erkenning van, want wij zeggen het is van ons, dat het een aantal zaken met zich teweeg brengt. En dat is dat er mensen
in jouw gebieden concessies worden gegeven. En het betekent dat als er geen werkgelegenheid is, als je wordt beperkt in je beweging, als je wordt beperkt met kreken die vuil lopen, met kwik en al dat soort zaken, dan weet u dat op een gegeven moment zich tegen het gezag gaat afzetten. En dat dwingt ook het gezag nu om op de regering een dringend beroep te doen om het niet zo ver te laten komen. Anders gaan wij als dorpsgezag worden aangezien ook medeschuldig te zijn aan de situatie. We geven leiding eraan en daarom zijn we vandaag weer hier gekomen om het weer extra te benadrukken. Zodat mensen niet verrast worden wanneer er iets mocht gebeuren wat wij niet hopen. Het land heeft het moeilijk genoeg om ook nog dit stukje erbij te krijgen. Dank u wel. Zo meteen niet.